Met het ouder worden, worden uw botten brozer. Dat is normaal. Maar soms gaat de botontkalking te ver en spreken we van osteoporose. Uw botten hebben dan wat meer kans om te breken en soms kan er een ruggenwervel inzakken. Van de botontkalking op zich merkt u helemaal niets. Wat kunt u doen om sterke botten te houden? Het allerbelangrijkste is lichaamsbeweging. Zorg ervoor dat u minstens een half uur per dag wandelt, fietst, zwemt, roeit of wat dan ook. Als u maar beweegt. Lichaamsbeweging bevordert de aanmaak van botweefsel. Bovendien oefent u daarmee uw spieren. Door veel te bewegen reageert u ook beter, waardoor u minder gauw valt. Blijf dus vooral actief. Verder zijn kalk of calcium en vitamine D belangrijk voor sterke botten. Zorg voor een gezonde voeding met gemiddeld 2 tot 3 porties melk, yoghurt of kwark en 1 à 2 plakken kaas per dag. Melkproducten bevatten veel calcium en ook een beetje vitamine D. Er zit ook wat calcium in peulvruchten, noten en in sommige groenten. Om calcium uit de voeding op te nemen, heeft uw lichaam vitamine D nodig. Zorg dat u dagelijks 15 tot 30 minuten buiten komt met in elk geval uw gezicht en handen onbedekt. Dan maakt uw lichaam via zonlicht ook op bewolkte dagen voldoende vitamine D aan. Uit voeding neemt u maar een klein beetje vitamine D op. Vitamine D zit bijvoorbeeld in vette vis als makreel, zalm en sardines. Verder is vitamine D aan margarines toegevoegd. Maar de belangrijkste bron voor vitamine D is toch de zon. Misschien vraagt u zich af of u calciumtabletten moet slikken. Als u 2 tot 3 porties melkproducten gebruikt per dag, dan is extra calcium meestal niet nodig. Gebruikt u geen of weinig melkproducten, dan kunt u bijvoorbeeld extra peulvruchten en noten eten of groenten waar veel calcium in zit, zoals broccoli, spinazie en radijs. Denkt u dat u te weinig calcium binnenkrijgt? Bespreek dit dan met uw huisarts. Koop geen calciumtabletten zonder vitamine D. Neem calciumtabletten altijd in overleg met uw huisarts. Iemand die te veel calciumtabletten slikt, maakt een iets grotere kans op hart- en vaatproblemen. Voor sommige mensen kan extra vitamine D nodig zijn om sterke botten te houden. U kunt vitamine D-tabletten nemen als u vrouw bent en u bent ouder dan 50 jaar, of u bent een man ouder dan 70 jaar. Verder als u een donkere huidskleur heeft of gesluierd gekleed gaat. Als u bijna nooit buiten komt of als u op latere leeftijd al eens een bot gebroken heeft. Wat u ook doet, één ding blijft het allerbelangrijkste en dat is bewegen. Liefst in de buitenlucht.